Art & Project was een avant-garde galerie in Amsterdam en op dit moment draait tot en met 25 februari een expositie in het Coulombe Museum over deze vooruitstrevende galerie. Welkom bij Mooizo. Art & Project was de naam van een galerie die in 1968 van start ging in Amsterdam. Natuurlijk een roerige tijd, jaren 60, studenten, protesten, noem maar op. En het was ook een galerie die niet zeg maar, een gewone traditionele galerie wilde zijn. Die niet zeg maar, keurige kunst wilde tonen voor keurige mensen, zoals ze dat zelf ook een beetje noemden. De twee oprichters, Adriaan van Ravenstein en Geert van Beieren. Het moest een galerie worden waar kunst getoond werd. Die in relatie ging aan met ruimte en die in relatie aanging met de toeschouwer. En ja, ze hebben een ruimtijd ook bestaan. Ja, ze hebben 30 jaar bestaan. Dus in 1968 begonnen, in 1998 opgehouden officieel. En ze hebben eigenlijk telkens, zou je kunnen zeggen, jij zei al de avant-garde naar Nederland gebracht. En in de begintijd was dat wat we dan zijn gaan noemen conceptuele kunst. Kunst die heel erg sterk ervan uitging dat het in de kunst om een idee ging en niet om het materiële. Dat was eigenlijk waarmee ze zijn begonnen en dat was een soort internationale beweging en daarin speelde die galerie een hele duidelijke rol in die verbreiding van die kunst. En na de hand, dat is een korte periode geweest, tot ergens midden jaren 70 en daarna kwamen natuurlijk andere generaties kunstenaars die met andere dingen bezig waren, weer andere vernieuwingen en dat hebben ze eigenlijk altijd gevolgd. Aanvankelijk heel erg internationaal, dus heel veel buitenlandse kunstenaars zijn ook voor het eerst, ja, hebben zij ook voor het eerst in Nederland gebracht. En aan de hand waren het ook hele generaties Nederlandse kunstenaars die hun debuut hebben gemaakt bij Art & Project of ja, succesvol vervolg hebben gehad van hun carrière. Kun je een paar namen noemen van de buitenlandse kunstenaars die hier dus voor het eerst kwamen? Nou, Lawrence Wiener bijvoorbeeld, echt zo'n conceptuele kunstenaar. Richard Long bijvoorbeeld, Nicholas Pope, daar staan we hier tussen. En naderhand Nederlanders bijvoorbeeld, een beeldhouwer als Karel Visser, die natuurlijk heel belangrijk is geweest. Was ook een Art & Project kunstenaar, maar ook jongere generaties. Leo Vroeg in de Wei, Adam Coulton, Jos Kruid, dat soort kunstenaars die allemaal heel succesvol zijn geweest en vaak ook nog zijn. Ja. Afgelopen jaar heb ik heel wat kunstenaars die daar geëxposeerd hebben hier ook teruggezien in het Coulombe Museum. Gilbert & George, Ger van Elk, Charlotte Posenenke. Dat is geen toeval. Ja, dat is goed dat je Gilbert & George noemt, want die vergat ik inderdaad ook niet te vergeten. Nee, dat is geen toeval. Dit museum heeft in de jaren 70 en de 80 ook heel veel werk gekocht bij Art & Project. Het zijn 70 werken in totaal. En dit museum heeft ook wel, de soort kunst die Art & Project bracht, is hier ook heel sterk vertegenwoordigd. Dat conceptuele, weet je, dat. Die minimalistische tendensen die zie je hier veel. Dus er is een ja, heel duidelijke band eigenlijk altijd wel geweest. En wat in de loop van de jaren 90 duidelijk werd, was dat die twee oprichters naast hun galerieactiviteiten ook een hele grote collectie moderne kunst hadden verzameld, die het programma van de galerie heel erg goed volgde. En daaruit heeft het museum een schenking gekregen van 300 werken. En dat is in 2013 gebeurd. Dus, en die werken, die gingen natuurlijk heel goed samen met wat er al was in het museum. Dus dat past eigenlijk heel goed bij elkaar. Die avant-garde kunst uit de jaren 70 wordt nu niet meer zo verzameld. Hè. Dat is ook natuurlijk geweest. Het is ook moeilijk, want het is. Ja, de formaten zijn een beetje afwijkend. Nou ja, het was echt de tijd van ook vaak heel grote kunstwerken, ook onverkoopbaar tussen aanhalingstekens. De tijd is voortgeschreden en dit museum richt zich op de hedendaagse kunst en zoekt werk wat ja, past bij wat er al is. Maar we grijpen niet zozeer terug op die periode. We laten wel van tijd tot tijd natuurlijk dingen uit die collectie zien. Wat zijn voor jou de hoogtepunten hier op deze expositie? Ja, hoogtepunt vind ik heel moeilijk om te zeggen van dat is nou het hoogtepunt. Wat ik vooral heel erg mooi vind is om al die werken, nou niet allemaal, want het zijn er 80 uit die schenking, maar dat is toch wel heel veel, om die bij elkaar te zien. Dat geeft toch wel een heel goed tijdsbeeld, hè, door drie decennia heen. Vind ik ook wel ontroerend om dat allemaal samen te zien.
En wat ik heel erg mooi vind is, nog onvermeld, de galerie bracht een bulletin uit. En dat bulletin werd verspreid over een groot aantal abonnees binnen en buitenland. In die laatste zaal zie je al die bulletins die ze al die jaren hebben uitgebracht in een heel mooie opstelling. Achter elkaar kan je die zien, chronologisch. En dat geeft zo'n fantastisch beeld van de kunst in die tijd en wat er allemaal gaande was en wat Art & Project dus bracht. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel mooi ervan. En je weet het wel, maar je ziet het daar in één keer voor je ogen. Ja. De galerie was gevestigd in Amsterdam. Het Stedelijk Museum kocht ook aan. En dus zie je ook heel veel, zag je ook avant-garde kunst. Maar er is een hele hoop dus in het Kronenmüller Museum terechtgekomen. Hoe verklaar je dat dan? Hoe ik dat verklaar, dat is de keuze ook geweest van de twee oprichters. Geert van Weijer en Adriaan van Ravenstein. Ze hebben heel goed gekozen van waar past die kunst nu. En ja, het is ook een hele persoonlijke keuze geweest. Ja. Hoe zijn de reacties? Nou, als je kijkt naar wat voor publiek deze tentoonstelling bedient, dan zijn dat, ik denk dat er heel veel mensen zijn die tijd ook nog gekend hebben. En hier, zoals jij zelf. En die, wat dat betreft is ook echt een feest van herkenning. En aan de andere kant is het natuurlijk voor heel veel mensen nog steeds moeilijke kunst. Hè? Het is dan soms wel best wel oud, tussen aanhalingen. Maar het blijft moderne, abstracte kunst, wat voor veel mensen best nog wel ingewikkeld is. Maar ik denk dat het voor heel veel jongere mensen ook wel weer een mooie kennismaking is. En je ziet ook wel dat die conceptuele tendens en de kunst, die komen ook wel weer terug. Dus ik denk dat het een beetje gemengd is. Het is ook een soort educatief project, als ik het zo mag noemen, hier bij Art & Project. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, zeker. Bij heel veel werken liggen er kaartjes die je stimuleren om wat verder te kijken en te denken en actief met de werken aan de slag te gaan. Dus als je er eentje oppakt zo bij die kunstwerken, dan zie je daar opdrachten op staan. Dus verzin een verhaal bij dit kunstwerk of wat voor woorden komen erbij naar boven. Of ga op zoek naar bepaalde vormen. Nou, ik heb dit kaartje, er zit een hele duidelijke vorm in. Ik weet niet of het te zien is, maar ik denk dat ik wel weet waar die vandaan komt. Het kunstwerk heet Transformation of an Antelope. Maar mijn interpretatie is, die antilopen verandert in een kangoeroe. Het is een mijn interpretatie, hè? Een interpretatie die ik heel goed kan volgen als ik naar het kunstwerk kijk, absoluut. Ja. Maar goed, iedereen is vrij om daar dus iets mee te doen. Ja. En zo liggen bij verschillende kunstwerken liggen kaartjes. Prozen Nenske en Ger van Elk, de wandelstokken bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, op allerlei punten liggen ze. En het zorgt er echt voor dat je eventjes voorbij die eerste blik gaat en actief met de werk aan de slag gaat. Dat is het belangrijkste. Het is dus voor je eigen mindset, zeg maar. En het is om de bezoeker aan te zetten om wat beter te kijken ook, want daardoor ga je beter kijken. En ook door te denken. En met het kunstwerk in je hersenen mee aan de slag gaan, zeg maar. Ja, wat komt er naar boven? Wat voor verhalen komen er naar boven? Wat denk je als je dit werk ziet? Is er een verhaal wat je kan formuleren? Of zijn er bepaalde woorden die bij je naar boven komen? Dat zijn de dingen die wij, waar we bezoekers graag toe uitnodigen om het te laten naar boven komen. Met Lisette hebben we het ook over de bulletins gehad. En hier zie ik een aantal blanco bulletins liggen. Samen met potloden en van alles en nog wat. Wat gebeurt hier? Ja, nou, ze zijn net niet helemaal blanco, want er zit namelijk wel een nummering op. Het is een gelimiteerde oplage. Maar is inderdaad aan de binnenkant nog blanco. Want het is de mogelijkheid hier om met allerlei materialen, kleurpotloden, stiften, tape, om je eigen bulletin te maken. Of je eigen kunstwerk eigenlijk. En die kan je, als je hem af hebt, versturen aan wie je dan ook wil. Of dat je zelf bent of naar iemand die je kent. En wij doen het ook voor je. Dat gaat dan in die brievenbus daar zo. Dat gaat per post ook? Ja. Net als het originele bulletin destijds in de jaren 70 en 80. Klopt, net zoals het toen ging. Ja. U heeft gekeken naar Mooiso, het programma over kunst en cultuur in onze regio. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooiso@xon.nu. De volgende uitzending van Mooiso kunt u verwachten vanaf aanstaande maandag. Kijkt u dan ook weer?